De volgende gast op zoek naar de liefde is Daniel. En hij komt graag goed verzorgd voor de dag. Ik ben wel een beetje idol. Niet te, vind ik, maar wel een beetje. En dat doe ik voornamelijk door het sporten. Shit! Ja, af en toe koop ik een keer nieuwe kleding. Maar ja, dat doe ik eigenlijk zonder relatie ook wel minder vaak. Dan ga je toch minder vaak winkelen. En ja, ik ga af en toe een keer naar de kapper. Eén keer in de 3 weken of zo. En dan vind ik het mooi geweest. Daniel. Goedemiddag. Hallo. Hi. Goedenavond. Dag Denise. Volgens mij heb jij je goed voorbereid. Ik ben helemaal ready. Jij bent helemaal ready, ja. Hè? En ik ben ontspannen, dus dat scheelt. Ja, ik hoop vooral dat er een hele gezellige en spontane meid komt opdagen. Waar ik vooral veel mee kan lachen. En gewoon relaxed gesprek, zeg maar. Niet te zenuwachtig, daar ben ik zelf dan ook helemaal niet. Dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste. Wil je iets te drinken? Waar heb je zin in? Ja, doe maar een ginger ale. Een ginger ale? Alsjeblieft, yes, ja. Heb ik. Top. Waar komt de reis vandaan? Uit Os. Uit Os? Ja. Ja? Geboren getogen? Ja. Ja. En ik woon nog steeds. En ik denk ook niet dat ik gauw weg zal gaan. Nee? Nee. Hoe lang ben jij nu single? Denk 2,5 jaar. Dus... Lange relatie? Ik heb hiervoor 4 jaar een relatie gehad. Ja. Dat is wel een goede poos, ja. Ja. Daarna ben ik ook wel wat kritischer geworden van wat weet ik nou precies. Ja, ik was toen 32. Ja. Ja, dan kom je wel op zo'n leeftijd dat je denkt van, moet nou wel menens zijn, denk ik. Ja, ja. Dus, richting gezinnetje en zo. Ja, als ik dat uiteindelijk wil, dan wil ik niet zomaar weer een relatie aangaan. En over een jaar of zo, dat schiet niet op. Dit is Kirsten en ze danst haar weg door het leven. Ik denk dat ik bij mijn vrienden bekend sta als een flap uit en een grappenmaker. En erg aanwezig, dat ben ik wel altijd. Maar dat zien ze denk ik alleen maar als pluspunten. Ik denk dat ze me heel erg waarderen om wie ik ben, dus dat is heel fijn. Hi. Hallo Kirsten, hi, hallo. Ja, je komt net zo kalm binnen als je denkt. Oké, dat is helemaal mooi. Dat is helemaal mooi, toch? Ik vind humor echt super belangrijk. Ik heb echt, bij wijze van spreken kunnen lachen en huilen. Of huilen van het lachen. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat iemand er verzorgd uitziet. Dat je een leuke kledingstijl heeft. Ja, het hele complete plaatje of zo. Dat je daar wel gewoon meteen denkt van, dit is wel echt de persoon waar ik mezelf samen mee zie. Hoi, Daniel. Kirsten. Hi. Wat doen we er 3? Ja. Zo. Je komt net zo kalm binnen, hoor ik net. Dat heb je al van haar doorgekregen. Ja, dat zei ze. Ja. Alles wordt doorgespeeld, hè? Waar kom je vandaan? Uit Os. Uit Os? Ja. Dat is wel ver weg, toch? Nee, dat denkt iedereen niet, maar een uur en een kwartier. Ja, dat valt wel mee. Ja. Haarlem. Maar dat is best dichtbij, toch? Dat is heel dichtbij. 25 minuten rijden. Je bent gewoon met de fiets of zo? Nee, zeker niet met de fiets. Nee. Ik ben gebracht met de auto. Dus, toen ik hem zag, dacht ik wel gewoon knappe, verzorgde jongen. Hij was aan het lachen, hij zat er gewoon rustig bij. Dus leuke gast. Hi. Hallo. Hallo, welkom. Hallo. Ja. Kies wat lekkers uit. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk voorstellen om even met een shotje te beginnen. Maar dat vind ik prima. Ja, hè? Dat vind ik wel mee. Ja. Oké. Okay, ja. Maar wat dat staat hier niet op? Zo'n boekhoutje, limoncello, wat vind je lekker? Oh, limoncello vind ik wel lekker. Vind ja, ik dat is lekker. Goed. Ben je zenuwachtig? Ik was niet echt zenuwachtig, maar toen ik hier net naartoe liep, dacht ik wel, ik ga nu het restaurant in. Penis, ja. Ja. Oh, ja. Cheers. Oh. Ah, toch wel. Toch wel. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ja, maar dat is het lijf. Dan... Komt goed. All right. Bam. Oké, ik zal even kijken. Ja, je moet je wel concentreren, anders weet je niet wat je moet kiezen. Wil je heel even stil houden? Wat zeg je? Even stil zijn, dat vind ik lastig. Ben je altijd druk dan, of niet? Ik ben vrij aanwezig, meestal. Maar gewoon druk, of heb je... Ik heb ADHD. Heb jij eens last van? Heb je ergens last van? Ja. Het is niet dat ik er zo erg last van heb in het dagelijks leven, maar... Nee. Het is wel... Het is aanwezig. Typerend voor hoe ik ben, denk ik. Ja, oké. Oké, ik denk dat ik het wel weet. Maar jij bent echt snel met scannen ook. Ik wil het ook best voor je voorlezen. Zit ik voel me met een hele zwoele stem. Misschien word je er dan niet op blij. Doe eens. Nee. Doe. 1 keer. Oké. Okay. Love is a state of mind. Oh shit. Camera's. Nee. Ik luister liever naar zo'n stem dan naar een piepstemmetje of zo.
Dat ik met de muis aan tafel zit, ja. Maar en wat doe jij verder? Ik geef dans- en sportlessen. Oh. In de sportschool. En wat voor dansles dan? Ik geef van peuters tot volwassenen dansles. Dus echt van hele kleintjes. Dat is gewoon een beetje spelenderwijs. Ja, oké, dat is niet Zumba voor kinderen of zo. Nee, nou, ik geef ook Zumba, maar aan volwassenen. Ja. En ik geef ook heel veel oudere mensen les. Dus echt senioren. Dat vind ik ook echt heel leuk. Oh ja. En soms zwemles, maar dat vind ik het minst leuk eigenlijk. Maar dan werk je in een sportschool waar dat. Daar heb je een zwembad eraan en zo. Ja, het is niet zo'n heel groot zwembad. Oh. Oh, ja. Best wel ondiep. Maar voor kinderen, het is een verwarmd zwembad. Dus dat is. Door de kinderen zelf. Dat ze heel hard zwemmen. Nee, ik dacht kinderen plassen als in water. Ken je Den Bosch wel? Ja. Oh, ja. Dan kom ik ook niet vaak of zo hoor. Maar... Ja, snap ik. Maar Os klinkt altijd nog verder weg of zo. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik heb niet zo'n goede topografie. Klinkt echt zuidelijk. Ja. We kunnen wel spelletjes doen waar dingen liggen. Is goed? Oh, dat wel. Oh, dat dans je niet meer. Ik denk alleen dat, het, dat je niet heel erg blij bent met de uitkomst. Ik ben niet zo heel goed in de topografie. Oké, okay, ik begin makkelijk. Wat is de hoofdstad van Tsjechië? Slovenië? Nee. Ik weet het echt niet. Ja, dat is goed. Echt? Dat is goed. Goed. Ja, Slovenië is de hoofdstad van Tsjechië. Echt? Ja. Heb ik het goed? Yes. Ja. Oké, okay, maak hem iets moeilijker, ja? Ja, oké, okay, je zit er lekker in tot nu toe. Ik dacht, laat gewoon. Dat is nog leuker. Dus ik dacht, ik switch het koud. Dat ik zeg, ja, je hebt het goed. Ze zijn helemaal blij. Totdat ze dit een keer checkt of zo. Ooit in het leven. Dan ziet ze, dat is gewoon een land. Dat is gewoon een land. Wat is de hoofdstad van Afrika? Kenia. Nee. Kaapstad. Nee. Je lacht me gewoon uit nu. Ja, het zou geen voldoende score. Nee. Zacht uitgedrukt. Probeer een beetje subtiel te blijven. De hoofdstad van Afrika weet ik gewoon even niet. Wil je het alsjeblieft even zeggen? Ja, kan eigenlijk niet, want Afrika is een continent. Ja, snap ik bedoel. Het heeft niet echt een hoofdstad. Stop maar met het spelletje. Dat is niet meer leuk, hè? Kijk, als je aan mij dingen gaat vragen over iets van jouw lessen of zo... Over mijn lessen? Ja. Een grand jeté. Ik denk een soort spagaat in de lucht. Holy shit. Je hebt het gewoon goed. Ik zie dat je dit goed hebt. Hoe dan? Oh, shit. De grand jeté is gewoon zo'n hele grote slootsprong. Dat wist hij gewoon. Welke man weet dit, dacht ik toen. Dat gok ik gewoon. Ja, ik dacht, nee, dat kan... Hoe kan je dat nou gokken? Ja, dan dacht ik groot. Ja, dat vind ik echt heel knap. Ik dacht, ja, dat moet een ruime beweging zijn of zo. Ja, weet je wel. Nou, dat vind ik echt heel knap. Allemaal glitters. Mag ik het boven je ogen doen? En dan zo het weekend in. Dat kan het, ja. Ik zou het wel heel graag bij je willen doen. Maar... Ja? Maar dan moet het iets tegenover staan. Ze twijfelt of ze het kan eten of niet. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik vroeg, mag ik de glitters boven je ogen doen? Oh, dat was het. En? Dus dat mag niet. Waarom ik zei juist voor iets heel goed. Mag het een beetje shine, een beetje shine in je niet samenspannen, hè? Nou, jawel. Dat kan gewoon, mag jawel. Oké, okay, wacht. Ik haal het er ook weer af, ja? Maar ik zei, er moet iets tegenover staan, snap je? Misschien. Oké, okay, wat staat er tegenover? Ik veel, 1000 push-ups of zo. 1000? Waarom is ze overdreven? Oké, ik doe er gewoon één babydoekje en dan is het weg. Maar niet hier, toch? Dat is raar. Team, nee, dit is raar. Dit is normaal. Ja, vind ik best normaal. Ja. Ogen dicht. Ja, jongens, zo kan het ook. Ontspannen. Ogen dicht kan wel, ontspannen is lastiger. Ik denk dat ik dit het meest spannende moment... Het is heel subtiel. Je ziet het bijna niet. Een soort highlighter. Oké. Okay. Kijken. Wauw. Ik denk dat ik 100% mezelf ben geweest. Ik denk dat ik best wel mezelf kon zijn. Dus ik hoop dat hij dat gevoel ook heeft gehad. Ja, het moment is daar, jongens. Het moment, oké. Okay. Tum, tum, tum. Ik denk dat ik nu alles moet betalen, want ik ze ook... Ja, je hebt... Ja. Je gaat er ook helemaal schattig van kriepelen. Maar, Het kistje, ga jij hem pakken? Kijk, die... Kijk, jij die hartjes. Wat een goede binnenkomst. Dank je. Alsjeblieft. Wat denk je dat het was? Grand jeté. Echt goed gedaan. Dank je.
het moment van de waarheid. Ja. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Wil jij eerst? Jij bent de dame. Ja, is goed. Nou, mij lijkt het wel gezellig. Ik denk dat we wel een bepaalde klik hadden om nog een keer een drankje te doen. Kom. Oh, daar staat iets op. Kom. Ga maar een beetje snel. Ja, ja, dan ben je er even daarheen dan, denk ik. Nou, ik denk... Wij kunnen het heel goed vinden, maar ik denk niet dat we ooit een relatie krijgen. Meer vriendschappelijk. Ja. Ja. Dat denk ik. Ja, voor wat hoort wat. Nee, ik ga niet hier doen. Kom maar, ik hou wel vast. Wat? Ja, zij wilde glitters op mijn ogen doen. Ik zei prima, maar dan moet je wel eens tegenover zetten. En dan moeten ze van mij opdrukken. Oké. Okay. 1. 2. 5. Kom maar. 3. 4. 5. Het mocht er 5. Nog eentje, ja. Nog eentje, 5. Ja, is goed. Woep, woep. Ja, keurig. Bedankt. Dat is een test. Ik ben helemaal onder de indruk. En hier aan blijven trekken. Ik heb het helemaal warm van die push-ups. Wil je nog meer of niet? Nee. Oh. Nee, dat hoeft niet. Nou, ik zou het echt, als er mannen zijn die echt mijn type zijn en denken van nou, die rode, dat is helemaal mijn partner in crime. Zou ik dat heel leuk vinden. Dus ja, daar sta ik zeker voor open.